boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys en girls, en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag is het 16 maart, als ik deze video opneem. Dus mijn verjaardag, dus happy birthday to me. Ik ben vandaag naar Rosada geweest, naar Designer Outlet Roosendaal. En ik heb iets gekocht bij Nike en Adidas. Bij Adidas heb ik 3 truitjes gekocht. En bij Adidas kwam het uit op €105 voor de 3 truitjes. En 30 cent voor de zak. Dus, wat heb ik als eerste als truitje? Ik heb een truitje van Real Madrid, de derde tenue, denk ik dat is. De derde tenue van Real Madrid. Ik denk dat van vorig seizoen is. De derde tenue van Real Madrid. Is echt een chic tenue. En ik vond het wel nice om te hebben. Dan heb ik het thuisshirt van vorig seizoen van Bayern München gekocht. Bayern München. Via San Mia staat hier ook nog op. En FC Bayern München. Ook op de zijkant staat Qatar Airways. Dan heb ik van de OG collectie. Van de OG collectie van Ajax. Heb ik een leuk truitje gevonden. Allee, truitje, dat is meer dan pull. Echt zo het OG truitje van Ajax met de lange mouwen natuurlijk. En het ziet er echt wel nice uit. Ik heb dat gekocht voor €15. Het is echt wel een nice truitje. Ik ga het zeker veel aandoen in streams. Dus echt wel een nice truitje. Dat was het bij Adidas. Dus de Real Madrid jersey was €45, Bayern was €45 en Ajax OG jersey was €15. Dan gaan we naar de schoenen dat ik besteld heb bij Nike. Allee, dat ik gekocht heb bij Nike. Ik heb Nike Air Max. Wat staat er hier? Air Max Command in pure platinum. Memory Navy. Wat is het? Armory Navy. Dat zijn de schoenen. Echt wel nice schoenen. En echt nice Air Max'en. Misschien ga ik die morgen naar de voetbal voor het eerst aandoen. Goeie Air Max'en. Nike Air die ook van achter. Echt goede schoenen. Daar ben ik trots op dat ik die heb. Ik hou alleen zo'n Air Max'en. En ja, die zijn echt wel nice. Ik ga nog eens de truitjes van Toei laten zien. Dus hier het Bayern München truitje. Hier het Qatar Airways logo. Mia San Mia en FC Bayern München. Dan het Ajax truitje. OG truitje. Zie je het Adidas Originals, het oud logo van Ajax. En ik ga een beetje verder staan. Dat is echt zo'n truitje dat een replica van dat truitje dat Kraam ooit geen bedragen heeft. Dan gaan we het truitje van Real Madrid eens laten zien. Dat is het truitje van Real Madrid. Dat is het zwarte tenue. Ik vond het wel iets hebben. Ik heb nog niets van Real Madrid, dacht ik in mijn eigen. Ik kan toch wel iets van Real Madrid halen en weer iets fly better. Dus ik vind dat wel een schoon truitje. €45 voor zoiets vind ik best wel nog te doen. Het zijn echt allemaal schoon truitjes. Maar ik ben het grootste fan van ofwel van deze Real Madrid.
Ofwel van het Bayern München truitje. Bayern München, ik hoorde het ook al even. Ik zag dat staan, ik zag dat liggen, ik zag dat hangen. Dat was ook een truitje van Zweden, maar dat heb ik niet gekocht. En ik zag dat hangen, ik zeg, ik moet het Bayern München truitje hebben. 5 sterren natuurlijk. Als je de badge bezit, de 5 sterren. Het is echt wel nice, dus ja. Ja, dit was dus ongeveer de video. Bedankt voor het kijken. Deze video komt op dinsdag online, zodat ik nog wat meer tijd heb voor de video van vrijdag te bewerken. En dan heb ik nog meer tijd, anders moet ik dat gewoon direct doen. Dus bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. En ik ga verder mijn verjaardag vieren. Ik ga mijn truitjes beneden laten zien. En ik zie jullie guys graag terug vrijdag bij de EFC video. En volgende week dinsdag is het ook een EFC video. Dus ja, let's go. Ik zie jullie guys vrijdag bij de EFC video. Let's go. Shoot!